Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter WK's Werkbal. De vorige aflevering hadden we veel moeite met Amerika, maar daardoor hebben we wel als het goed is de Team Special Move van Australië unlocked. Ik hoop dat we die deze wedstrijd alvast tegenkomen tegen Japan. Ik hoop op een wat minder moeizame wedstrijd, want die wedstrijd tegen Amerika was zeer moeizaam. Maar we gaan kijken hoe het gaat uit gaan pakken. Oeps, ja, dat ging helemaal verkeerd. Yosukuro Hachi. Daar moeten we tegen. Dank je. Nou. It was the people like a bomb. Lekker ring. Oh. Oh, iemand, een of andere Japaner is de beste keeper, hoorde ik net van de commentatrice. He always finds it, too. Pak hem. Pak die bitch. Pak hem. Nee. Pak hem. Dank u. Wat is dat dan voor een paas, jongen Kees? Hij vliegt letterlijk recht voor jou. Combo 6. Lekker. Kijk, dat is nog eens een heerlijke voorsprong. She knows where exactly wordt gepest. Wordt zeer hard gepest zelfs. We don't like pesting. Pesting moet verboden worden. Een of andere hanekamstaart, meneer, als keeper hebben. En we don't like hanekamstaart, meneer. Zeker niet als ze keeper zijn. En Japans. Uh-oh. We got gold by. Verdomming. Oké. Okay. Hey, team special move. Oh, Rusty, thanks for the tapping. Ik wist helemaal niet dat dat zo werkte. Het eerste wat we gaan doen als we straks dingen spelen. Oh, als we straks Bulgarije spelen, is de team special move van Bulgarije unlocking. We doen surfing. Lekker, twee goalings. Hi, hip hop, hip hop. Hi, hip hop, hip hop. Hi.
Okay. Pak hem van de Japanese en je af. Oh nee, hun doen ook een team special move in. Die van Japan is best vet. Oh, en ze knocken me gewoon uit. Hoi-ya! Episch. Minder episch is dat het tegen mij was. Hoe kan dat nou elke keer na een special move dat er dan niemand vrij vliegt? Waardoor ik dus niemand kan aanspelen. Nou, combo 5, daar houden wij wel van. The bludger find indeed its target. Ah, die telde niet als combo 5, dat is pas lullig. Koki Saito, oh nee toch. Hey, team special moves. Let's go. Ik was even een tijdje stil, maar ik was even aan het concentreren. Sometimes you have to concentrate. Ik kan nu ook de andere de snij laten vangen. Dat kan ik ook doen.
En dan volgens mij krijgen we daar ook weer de tovenaarskaart voor. Dat je wel wint terwijl je niet te snijven hangt. Zou ik dat doen? Gewoon voor de lols. En vooral voor de tovenaarskaart in dit geval. Dan weten we in ieder geval zeker dat we 65 kaarten hebben. Want... Oh, hun hebben wel heel weinig. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik doe gewoon helemaal niks. Kijken wat er dan gebeurt. Ik heb mijn handen los, hè. Dan komt die Japaner voor... Kijk, daar komt hij. Nou, Japaner schiet op. Pak hem nou. Zo, dit is best lang, hè? Ja, pak hem. Nee. Japaner, pak hem gewoon. Japanering. Japanering. Kom op, Japje. Opschiet die. Ik hoefde niet eens wat te doen, hè? Zag je dat? En ik was bij de snaar. Nice. We hebben wel gewoon gewonnen. Oh, ik dacht dat ik daar een tovenaarskaart voor zou krijgen. Maar dat moet dan per se met Duitsland. Ja, hey. Ik word gewoon keihard gebonkt in mijn kontje. Was deze wedstrijd, duurde deze wedstrijd 12 minuten? Holy shit. Oké, okay. Wedstrijd tegen Germanië. En dat was een boertje van Milani. Oké, daar komt hij. Pak hem af. Lekker hoor. Dutch. Oké. Okay. Redelijk begin van de wedstrijd zoals jullie zien. Oh fuck, ik miste de special move, dat is good. Okay, ik ben Duitsland heel eventjes in hun kontje aan het bonken en daar houden we van. Oeps. Auw.
Hoe durven hun de auto te stelen? Lekker, hè? Oeh. Ik zie zo'n team special move. Lekker surfing. Kabooming. Nog een keer kabooming. Zo'n special move heb je uiteindelijk in ieder geval in dit niveau bijna niks meer aan, omdat je de bal meteen kwijtraakt, omdat je hem gewoon nergens naartoe kan passen. Een monster score neerzetten heb ik alweer gezien. Ik denk dat Duitsland iets van onderaan staat, want ze zijn een stuk slechter dan alle anderen die ik de afgelopen tijd heb gedaan. Zoals Japan en Amerika, die waren zeer goed. Wij pakken wel gewoon die bal af hoor, wij zijn de moeilijkste niet. Totdat hun zo'n team special move krijgen, dan gaan hun opeens drie keer scoren. Volgens mij is Duitsland de enige met een drie keer scorende team special move. Oh nee, of was alleen Ravenclaw drie keer scorende team special move? Ik weet niet meer. Dank je. Lekker mee. Wat een monster score wordt dit. Oh, we hebben nog een team special. Natuurlijk kunnen we dit best nog even rekken. Oh, ik hoopte stiekem dat je dit kon overslaan. Ja, het staat pas 220-0. Nee, daar loopt toch niet, of daar vliegt toch niemand?
Pardon, for the boo-ring. For the boo-ring, we don't like be boo-ring. We scoren zoveel goals. Oh mijn god. Oh, daar is een team special move. Oké, we gaan hem zien. Hiya! Eén. Twee. Oh, twee. Oh, dan hebben we ook twee. Dat is Ravenclaw de enige die drie keer scoort met Team Special Move. Hoppatee, nog een goal. Kan allemaal gewoon. Het lijkt wel de BCT-show, alles kan. Zoals jullie merken, duren de wedstrijden ook veel langer dan in het begin. Nu kan ik gewoon elke keer maar twee wedstrijden doen per aflevering. In de eerste kon ik er drie of vier volgens mij. Okay, let's go. Ooh, we missed him. Zagen jullie dat? Ja, niet zo'n beetje gedik gewoon ook, hè. Monster scoren. 20 tegen 440. Kibooming. Like a ring. Hoppatee, we staan dik bovenaan. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.